Sunderland. Ja. Beste Stichting FC Robbestein. Wat mooi dat jullie voetbalwensen uit laten komen. En ook samen met Vitesse. Mijn jongste zoon Arthur is 13 jaar. Hij is groot fan van Vitesse. En hij droomt ervan om ooit keeper te worden bij zijn favoriete club. Net als zijn voorbeeld Elo Rom. Arthur heeft de laatste 3 jaar veel meegemaakt. Zijn moeder werd ernstig ziek en Arthur heeft meerdere malen afscheid van haar moeten nemen. De laatste weken van haar leven fietste Arthur elke dag naar de hospice om naast haar te zitten. Het waren zulke dierbare momenten. Een paar maanden geleden is ze overleden en na deze hectische tijd begint het besef nu in te dalen dat mama echt niet meer thuis komt. Ik zie dat Arthur het heel zwaar heeft en daarom gun ik hem even iets fijns, zodat hij weer even kan opkrabbelen. Willen jullie mij helpen? Goed, Jeroen. De vader van Arthur. Ja, het is wel heftig als je dit zo leest. Ja, dat is gewoon, dat gun je niemand natuurlijk. Ja. Vanmorgen bij ons in de cafetaria hebben we net gedaan of we opnames hadden gemaakt voor een bedrijfsfilm. Arthur moest meehelpen, net doen of hij daar ook werkte. Hallo. Hey, goedemorgen. Ik moest hier een pakketje afleveren. Ja. Voor Arthur. Oh. Ben jij dat? Ja. Ja, weet jullie hier iets van? Of, Ik ben nergens van. Ja, je merkt gewoon de laatste tijd zijn gedragsverandering. Hij gamet veel. Moet je openmaken? Arthur heeft hier wat positiefs nodig. Vitesse. Zo. Mooi is echt mooi, hè? Mooi. Mooi, of niet? Ja. Ja, we hebben geregeld dat hij in eerste instantie een videoboodschap van mij heeft gekregen. Natuurlijk om hem te verrassen. Oh, random nummer. Hey Arthur, hele Rome hier van Vitesse. Ik heb gehoord dat je superfan bent van Vitesse en dat je zelf ook een keeper bent. Ik weet dat je door een verdrietige periode gaat. En daarom hoop ik dat ik ervoor kan zorgen dat je even alle ellende vergeet. Ik heb daarom nog een hele vette verrassing voor. Tot gauw, kerel. Oh god. Zo. Ja, mooi. Oh, gaaf, hè. Hallo. Wie is Arthur? Ja, ik. Heb je zin om even mee naar buiten te komen? Want we hebben iets leuks voor jou. Wat vind je ervan? Zo. En we hebben iets leuks voor jou geregeld. Jij gaat straks in deze auto richting Papendal naar Vitesse. Oh. Ik zie je zo op Papendal, ja? Ja. Veel plezier. En? Ja, dat is wel een vet ding. Ja, vet, hè? Ja. Ja, ik vind het mooi om mensen te helpen en vooral kinderen. Maar het is wel echt soms wel een beetje een brok in mijn keel als ik die verhalen hoor. Zo. Zo. En? Ja, dat is mooi. Ja? Hey, we hebben vandaag heel veel verrassingen voor je. En één van die verrassingen komt er nu aangelopen. Jouw grote held, heb ik begrepen. Ja. Klopt dat? Ja. Kijk, daar is hij. Hoi. Hallo. Hier. Heel leuk. Hoi. Hoe is het? Ja, goed. Goed, ja? Ik heb ook handschoenen voor je meegenomen, want ik heb gehoord dat je bent zelf ook keeper natuurlijk. Ja. Maar ik kan je wel wat tips geven, gewoon in de goal. Het was allemaal verbazing wat ik in zijn ogen zat, van dat dit allemaal kon gebeuren. Goed. Wil je nog wat penalty nemen op mij, of niet? Ja, nu ja, man. Of jou? Oh, kijk eens. Ready? Goed hoor. Weet je, dat is echt een hele mooie verrassing staat te wachten voor zondag. Jij mag zondag in de rust bij de wedstrijd Vitesse Go Eagles als een profkeeper gaan keepen. Wow. Dat is wel echt... Ja, dat is... Is mooi, hè? Ja. Dan zie ik je zondag in het stadion en hopelijk gaan we ook de punten pakken. Het is een hele goede middag vanuit Arnhem, vanuit een dichte Gelredome. Heb zin in, jongen. Ja. Nou, dat Vitesse dit soort dingen doet, super. Gewoon. Om één jongen zo gelukkig te maken natuurlijk. Hè. Maar Vitesse zal lawaai nodig hebben van de eigen supporters in de jacht op punten. Is het? Ja. Mooi shirt, man. Ja. Ga je best doen, hè? Altijd. Van Rome. Ja, beste Vitesse supporters, ik vraag even jullie aandacht voor het volgende. Arthur gaat door een moeilijke tijd en zijn grootste wens was om zijn held Eloy Rome te ontmoeten en te leven als een prof. Hey Arthur, hoe was het om je held te ontmoeten? Ja, superleuk, maar wel een beetje spannend. Er worden zo wat penalties op jou genomen, hoeveel ga jij er pakken? Ja, ik hoop allemaal. En de goal dan? Ja. Oh!
als je dat ziet, dat hij gewoon zo'n dag heeft als vandaag, dan word je zelf helemaal gelukkig van, maar hij nog meer. Ja, dat is mooi, hè, jongen. Ja, wat jij dan? Op stadion. Ja. Hoe is het? Goed? Ja, goed. Je hebt goed gedaan. Bedankt. Jammer niet de punt, hè? Ja, jammer. Was het leuk vandaag? Ja. Genoten? Ja. Als je dan zoiets hoort, dan is voetbal eigenlijk maar een bijzaak. En soms is dat denk ik wel goed om dat besef te hebben. Ja. Hou je kop op, ja? Ja, succes met al je wedstrijden. Jij ook. Bedankt. Vriendenloterij. Maatschappelijk partner Eredivisie.